Ja, vertel maar, wat is er gebeurd, Jessie? Onze kanjer is weer gekalmeerd. Maar was wel, hij dacht dat ze zijn been eraf moest. En nu is haar zus zo lief om die bank aan ons te schenken. Ja. Dus ik ben daar echt super blij mee. En heeft nog eens een extra speciale waarde nu op dit moment. Anderhalf uur rijden en je bent zo in Italië. En het past er weer mooi bij. Precies. Ik vind hem goed geslaagd. Zijn we blij mee. Jongens. Ja. Nou, daar komt hij dan, hè. Daar komt hij dan. Ineens schoot het me te binnen dat onze tuin nu is gewoon groter dan ons vorige appartement. Hoeveel denk je hoe je gekost heeft? Ja, dus hoeveel denken jullie dat dit gekost heeft? We zijn al wakker gebeld door de meneer van de schuttingen. Ik kom thuis en de schuttingen staan. Maar ben je nou emotioneel, poepje, van onze mooie tuin? I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hi, lieve tatties. Welkom bij weer een nieuwe video. Nou, Sergio die is terug van werk en een collega van hem is zo lief om te komen helpen om stenen te sjouwen. Want we hebben van heel veel van onze buren de grijze tegels mogen bietsen. Omdat zij ze weg gingen doen. En wij vonden dat een mooie tussenoplossing voor dadelijk in onze tuin. Het liefst hebben we het dadelijk natuurlijk helemaal anders. Maar voor nu zou het fijn zijn dat we die grotendeels kunnen neerleggen voor in onze tuin. Dus daar ligt al een stapel. En daar ligt al een stapel. Dus we konden een paar extra spierballen goed gebruiken. Want ik heb ze niet. Gisteren was een goede vriend van mij gezellig met zijn vriendin hier om lekker te eten. En ze hadden een cadeautje meegenomen voor Jesse Silver. En hij is super kicken. Namelijk een super schattige fluwelen kinderbankje. We hebben hem voor nu eventjes hier staan. Ik moet ook de honden er af en toe van wegjagen. Anders denken ze dat het van hun is. Vooral Mojo die denkt dat. Mojo wordt steeds brutaler hoe ouder die wordt. Maar ik denk dat ik die op een gegeven moment in een speelhoekje ga plaatsen. Want eigenlijk wil ik dus daar nog een speelhoekje creëren voor Jesse Silver. Maar goed, we willen zoveel. Eén ding tegelijkertijd. Sergio die heeft ondertussen het voegzand bij de voortuin gedaan. Dus die is ook zo goed als af. Nu moeten er alleen nog hekjes komen en een beetje verdere aankleding. Kijk dan. Kijk. Zo zie ik het graag. Helemaal top. Ja, en de voortuin ook gewoon helemaal blij mee. Komt u hoor. En Sergio. Nu kwam ik een hele leuke site tegen waar ik leuke kleding zag. Dus dat wilde ik jullie ook even laten zien. Jullie hadden het misschien al een beetje gezien. Maar ik hou ook van paars. Gewoon een relaxed kort pakje. Ik ben daar helemaal blij mee. Ik heb ook een zonnebril. En nog een ander leuk pakje. Die ga ik jullie even laten zien. In de tijd volgens mij. Een beetje flower power. Maar ik vind hem zo ontzettend leuk. Oh, kijk nou die kleurtjes. En dan dat geribbelde. En het zit lekker. En het is kleurrijk. En I love it. Oh, er zit weer een vieze vlieg. Huh. Nou, we waren klaar met eten. En na het stenen show waren we klaar met eten. Nikki ging lekker naar huis. Ik ging even lekker badderen met Jessie. Ja, vertel maar, wat is er gebeurd, Jessie? Toen was ik op brand en toen had ik bloed. Ja, heel veel bloed. Hè? Waar had je allemaal bloed? Dat ik om de slijten dat ik dan daar aan bloed had. Waar zat al het bloed? Ja, daar en daar. Heel veel bloed. Nou, wat was gebeurd? We hebben natuurlijk een tweepersoons douche. Toen ben ik
En die is vrij breed. En doe maar eens een sneetje. Jessie die dacht, dat is leuk. Ik kan mezelf afzetten tegen de muur en dan glij ik naar de overkant. En hij glijdt over de put, over de rooster van 1,5 meter. En dat is natuurlijk een geslepen steen. En hij glijdt precies zeg maar, over die steen op een bepaalde hoek, graad, weet ik veel. En een hele Jaap is een kleine teen, een grote teen. En zijn knie, onder zijn knie. Flinke Jaap, maar er kwam zoveel bloed uit, dus ik dacht, dat wordt meteen ziekenhuis. Maar dat was niet zo, hè Jess? Nee, we moeten even op jou klimmen. En toen wilde die alweer op mij klimmen, dus onze kanjer is weer gekalmeerd. Maar was wel, hij dacht dat zijn been eraf moest. Hij wilde wel heel graag naar het ziekenhuis. Kan ik niet meer lopen. Ja, hij wilde wel, ja eerst niet. En toen zei ik dat we niet hoefden. Toen wilde hij heel graag naar het ziekenhuis. Dus ja, toen had hij even wel een ijsje verdiend. Misschien dacht hij van, mama ging ook naar het ziekenhuis. Was wel leuk dan. Nou, hij zei wel, ik wil niet elke dag naar het ziekenhuis. Die vond ik wel opvallend. Ja. Dat ik dacht van, hey. Maar het valt mee. Grote pleister, superhelde pleister. Klimmen. En lekker op mij klimmen, dus het gaat allemaal weer. He? Lekker van je ijsje genieten. Ook lekker op jou klimmen. Dan mag ik ook lekker op jou klimmen dan. Dan ga ik lekker op jouw been klimmen. Oh. En in jouw been klimmen. Oh. Gaat mama ook op mij klimmen dan? Ja. Het is een stevige bank hier zo. Ja, hè? Ja. Het ziet er wel comfortabel uit zo. Hij zei, ik ga even lekker op mijn bankje zitten, zei hij. Hè? Heb jij gehad, hè? Ja, bankje. Van oom Dino. Ik zeg altijd opa Dino. Ja. Of opa Gino. Nee, niet opa Gino. Ome Dino. Oma Dino. Ja, oké. Okay. lekker je ijs opeten en dan gaan we Paw Patrol kijken, oké? Okay? Ja! Goedemorgen! Waar zijn we, Jesse Silver? Bij opa Gino! Opa Gino! En Jesse Silver is een beetje moe, denk ik. Maar we zijn gezellig bij opa Gino. En Sergio die gaat dadelijk met zijn vader heel lief de bank ophalen van Andrea. Ja. Want toen Andrea nog leefde, toen heb ik het over haar bank gehad. Dat ik die echt helemaal geweldig vond. En toen zei ze van, nou, als ik hem weg doe, ben jij de eerste. En ze heeft hem eigenlijk al die tijd gehouden. En nu is haar zus zo lief om die bank aan ons te schenken. Dus ik ben daar echt super blij mee. En heeft nog eens een extra speciale waarde nu op dit moment. We gaan nog even kijken waar we hem gaan plaatsen. Maar hij past heel goed in het idee wat we dadelijk op de zolder willen. Maar misschien denk ik dadelijk wel ineens van ik zet hem nog eens even ergens anders. Maar ruimte genoeg. Ruimte genoeg. We gaan naar binnen. Casa Politi. Kom maar. Hallo. Opa Gino. Hallo, buongiorno. Oh. De bel weer kapot. Ik moest kloppen, want de bel doet het niet. 1,5 uur rijden en je bent zo in Italië. Hè? Huh? Che? Che? Cosa? Zullen we zo jouw fietsje pakken, Jessie? Kan je hier lekker rondfietsen? Kijk, paddenstoeltjes. Echt waar? Oh ja, onder vijf. Doe maar niet aankomen, Jessie. Is weer iets nieuws. Niet aankomen, hè? Zo, hé. Ga je fietsen? Piazza Politi. Ciao, maar Jessie. Buongiorno. Ciao. Ciao. Dat doe je goed. Zo, we zijn gezellig bij de cijferboerderij. We gaan even. Hi. Mijn vader heeft ontzettend last van zijn gehoorapparaat. Van zijn oren vooral. We gaan eventjes zoeken waar mijn zus is. Ik denk daar. Boerderijwinkel. En ik zie ook al een speeltuin en een leuk kasteel achter iets. Dus laten we naar binnen gaan.
Want het is ook nog eens een verrassing. Oh. Ook nog eens een verrassing. Dat ik niet meer aan het werk is, dan ook. Dat zou het zijn. Nee, maar ja. Ze zegt altijd, ik moet heel lang werken. Hele parcours met allemaal tractors en skelters. Jesse. Kruiswagens. Jess, ga je alleen toeteren of ga je er ook op zitten? Ja, alleen maar tuter. Hoppa. Hey Jesse, kom eens kijken. Kom hier. Zo. Er komt niks uit. Je moet knijpen, maar er komt niks uit. Ah, kijk, zo. Knijpen. En zo. Of niet? Ik word er nou al misselijk van. Ik kan er nergens meer tegen ook, hè? Hup. Ik wil die, ik wil tosti. Doe mij ook zo'n hostie. Is het lekker naar papa? Ja. En wat zei je daarvoor? Hoi. Hoi. Wat zei je dan? Hoi papa, Lenis. Hoi schatte patatjes. Gaan we lekker samen naar de speeltuin. Ja, dan gaan we lekker dit in je oog doen. Nou, dat gaan we even lekker niet doen. We gaan lekker eventjes in je mond doen. Gekkie. Over leukjes. Goedemorgen! Hallo! Ik ben met mijn nichtje, neefje en zus en Jessie Zilver en oma Elsje naar Plaswijk Park in Rotterdam en we zitten in een zwaan. Vraag niet hoe we erin zijn gekomen. Het had nog even. Hoe vind je Jessie? Cool? Goed zo. Dat is wel lekker zo. Moeten we nog werken ook? Ja, het is wel zwaar. We gingen hierheen voor ontspanning eigenlijk. Ja. Het is wel zwaar, hè? Ik wil. Oh, wil jij sturen? Oké. Okay. Oh, ja. Oh jee. Maar jij moet wel zitten. Ga je zitten? Ga op je pontje zitten. Goed zo. En doe je benen hier zo? Andere been daar? Andere been. Oh. Ja? Ja? Ga goed sturen, hè? We mogen nergens tegenaan botsen. Oh, wie staat er? Dus gaan we gaan achter die mensen. Oma ook gezellig mee. Eindelijk weer eens een keer in de trein. Doei!
zo. Doei Jesse! Toedeledokie! Goedemiddag! Hey. Nou, ze is dus lekker. Nou, je bent al een beetje schoongemaakt, maar je was net helemaal bezweet. Sowieso. Want je bent super goed bezig. Drie keer scheppen en ik ben zeker nat. Ja, niet normaal. Het is wel goed voor je. Ik vind het heerlijk. Lekker scheppen, lekker in de zon. Ik voel me echt helemaal op mijn gemakkie. Ja. Ja, ik vind het echt lekker. Sergio die is dus nog steeds druk bezig met de oprit nu inmiddels. Ja. Maar ondertussen heeft hij ook nog even het knopje op het kastje in de badkamer geplaatst. Ik weet niet of je dat nog weet, maar we hadden dus een paar extra knopjes en dingetjes besteld. Ja. Vooral voor beneden, maar dus ook even in de badkamer. Want Variété. Daar zat hier eerst een zilver knopje op en die viel een beetje uit de toon. Ja. Hè, want we hadden niet echt goud, een beetje zwart. De zilver viel niet. Deze hebben we erop gelaten. Nee, die heb ik ook gedaan. Deze? Ja. Ja, maar ik bedoel, die had je er al op zitten. Die had je zelf er al op gedaan, bedoel ik. Die zaten er niet bij. Nee, en deze was zilver, maar daar hebben we dus nu, heel leuk, deze op gedaan. Roze met goud. Ja, het is een beetje zacht roze, een beetje edelsteenachtig geslepen. Ja. En hij is stevig. Het is lekker solid inderdaad, dat wil ik zeggen. Ja. Stevig. En het past er weer mooi bij. Precies. Ik vind hem goed geslaagd. Daar zijn we blij mee. Zullen we even de tuin gaan laten zien? Want dat is echt een oppervlakte van je welste nu. Dat het zwarte zand is weggewerkt met wit zand. Ja. Wit zand. Uitgetrild en zo. Ja, want we hebben nu eigenlijk dus gezegd van... ik doe dat zo, want ze zien me toch in de spiegel. Hoi. Ze hebben nu dus gezegd, ook wij hebben gezegd van doe alles maar gewoon met wit zand. Want... Ja, nou ja, ik heb natuurlijk heel veel van die stoeptegels van alle buren. En daar wil ik dus de tuin mee gaan doen. Want ik kan niet echt heel goed rekenen. Dan had ik dus kunnen berekenen hoeveel tegels we hebben, hoeveel oppervlakte ik daarmee kan leggen. Maar om dat dus dan later niet mee in de knoei komen te zitten, heb ik gezegd van leg alles maar vol. Ja, en dan leggen we er eventueel een rolletje kunstgras op. Al is het maar tijdelijk. Maar ik denk dat we heel ver komen. En dan hebben we dus ook nog eigenlijk best wel een hele leuke zandbak voor hem. Dan kan hij heel prima spelen. We hebben niet meer dat vieze zwarte zand binnen. Nee. En we gaan straks bestraten. En dan gaan we het zo leggen. Dat was een heel goed idee van jou. In de secties die we dus al hadden bepaald. Van verschillende soorten stenen en een stukje hout. En dat we dat dan in een patroon gaan leggen met die stenen die we nu hebben. Zodat we dat dan zien. Dus dan leggen we een stukje recht. En een stukje leggen we dan weer dwars. Dat je dus al die verschillende vlakken gaat zien. Ja, en dan hopen we dat we zo stapje voor stapje telkens gewoon een onderdeel kunnen gaan leggen. Ja, en misschien kunnen we al zeggen van nou, we komen tot zover. Dit zou het stukje zijn waar we bijvoorbeeld al de... Portugese tegels. De speeltuintegels. Ja, of de speeltuintegels. Nee, maar als we gewoon naar voren, naar achteren werken, dus van voor naar achter. Dat lijkt me het handigst. Achterin wilden we daar de vlonder dingen. Hè? Ja. Dus als we daar niet zo ver komen, dan kunnen we zeggen, misschien kunnen we die wel afwassen. Ja, wel van achter naar het huis toe. Ja, dat maakt eigenlijk niet uit. Nou, ik heb het liefst eigenlijk dat we vanaf het huis gelijk tegels hebben. En gewoon achterin dan zand. Ja, nee, dat snap ik. Maar met het switchen van de tijdelijke tegels naar de nieuwe tegels, dacht ik, misschien is het handig als we achterin beginnen. En dan naar het huis toe werken. Ja. Niet per se handig qua afmeting. Ja, ik denk dat we gewoon moeten kijken wat lukt nu en wat lukt, ja. Ik denk dat het niet zoveel uitmaakt. Het allerbelangrijkste is een olijfboom. Kom, ga je dan. Ik loop nu de tuin in. Jongens. Ja. Nou, daar komt hij dan, hè. Daar komt hij dan. Tadaa. En jij daar! Dit is echt niet normaal. Jullie bent hier echt net een mier. Gewoon zo. Nou, dat is misschien een beetje overdreven. Ja, dus je ziet hier een grens eigenlijk al, hè, dit paaltje. Zo, en dat is dan van de buren. Dus dat loopt helemaal zo, tot daar. Wat een
jongens. Tot dat paaltje daar. Dus eigenlijk waar het zwarte zand zit, dat, daar komt de schutting, hè? Dus het is schuiven staan tot waar het daar is. Dus diagonaal gezien is dit de tuin. Dat is niet normaal. Ja, we hadden het over die tuin van mijn vader, maar... Ja, die van je vader is nog groter. Die is echt iets van 10 bij 16 of zo. Ja, die loopt ook wat uit, dus inderdaad wel... Maar deze is 10 bij 12. Ja. Ongeveer. En, 12,5 toch? Nee, 12,12 bij 79, om precies te zijn. Maar ik zei dus tegen Ser, ineens schoot het me te binnen dat onze tuin nu is gewoon groter dan ons vorige appartement. Gewoon het hele appartement. Het hele appartement. Die was 85 vierkante meter. Ja. Nou ja, reken maar uit, 10 bij 12, dat is gewoon 120 vierkante meter tuin. En dan dit zonnetje, hè? We staan hier vol in de zon. Kijk, en je ziet hier nog een beetje schaduw. En waarschijnlijk gaat hier natuurlijk ook nog een beetje schaduw komen van de schutting die dadelijk geplaatst gaat worden. De buren, zoals je kan zien, die gaan hier een trampoline ingraven. Daar nog een. Daar nog een. Niet dat je denkt van sinkholes. Ja, maar wij zijn insane blij. Wil je ook een buitendouche? Dat kan niet eens meer, toch? Ja. Oh. Dan stel ik het niet voor, hè? Ja, weet ik nog niet. Laten we maar eerst gewoon stenen en alles leggen. En, nee, ik moet eerst dat soort dingen weten, ook met de elektra en zo. Oh. Nou ja, misschien kunnen we het wel zo maken dat we het in ieder geval kunnen aansluiten. Nee. Nee. We gaan het ja, dan er nog even. Dus... een leiding leggen. Daarom moet het. Is weer zo'n dingetje waar we het even over moeten hebben nog. We gaan het er even over hebben. We gaan het er over hebben. En we gaan even boodschappen doen. Ja. We zijn terug van boodschappjes doen. Het is toch altijd vermoeiend, hè, dat boodschappen doen. Ja. Echt helemaal gesloten, helemaal met dit weer. Ja, en je denkt altijd, we gaan niet voor iets snels, iets kleins. We gingen voor een snelle kleine boodschap. Even wat melk en zo, zodat we binnenkort weer gewoon bij Butlon op de app kunnen bestellen. Maar dan ben je bij de Lidl, dit is overigens geen reclamevlog, maar dan ben je bij de Lidl. En dan word je op een of andere manier een beetje herderig. Doe dit maar. En... Het is ook wel handig, laten we dit ook maar graag meenemen. En grotere boodschap. Een grote boodschap. We doen een grote boodschap voor een wat langere tijd. Dus ook wel fijn zeg maar, dat je dan wat voorraad hebt. En we kwamen nu een paar dingen tegen suikervrij. Suikervrij snoepjes en zo. Ja, ze hebben nog steeds inderdaad heel erg gelet op de koolhydraten, op de suikers en op de calorieën. Ik wil toch iets meer bij René erin proberen te krijgen dat ze gewoon moeten kijken naar de calorieën in plaats van alleen naar de koolhydraten. Ja, weet je, alles werkt als je het maar beperkt doet, maar je kan niet... Dat. Weet je, het zegt van of je let op de vetten of je let op de koolhydraten, want als je op de vetten let, dan heb je meer koolhydraten en andersom. En daarom moet je dus letten op dus de calorieën. Dus één van de twee. Ja, eigenlijk gewoon allebei. Gewoon niet te veel koolhydraten en niet te veel calorieën. Maar ja. Ja. Hi, Poepie. Ik word en... gewend. Oh. Ben je aan het eten? Patat. Koude patat. Hey. We worden even onderbroken. Ja, dus hoeveel denken jullie dat dit gekost heeft? We hebben dus lekkere salade. Ik hou van afprijzen stickers. We hebben 2 komkommers, 3 aubergines, snijbonen. Wat zal het zijn? 1,5 kilo zoete aardappelen. 2 pakken pennen, 3 pakken spaghetti, 2 pakken melk. Rijstazijn. We hebben 4 pakken rijstwafels. 2 pakken siroop. 1 kilo koffie. 2 pakken macaroni en een flinke kartonnen doos met milkpack lekkere vitaminedrankjes. We hebben gember en bonen met mais. 2 pakken fusilli, dus roggenpasta. We hebben heel veel suikervrije snoep. Ja. Sesamzaadjes, snoeptomaatjes, bonen. Nee, ik dacht ik ga rijmen, maar dat lukte me niet met bonen. Van die man.
Lekker. We hebben lekker wat appels, uien, persikken en limoen. Twee zakken chips, want we moeten ook nog wel een beetje lekker genieten natuurlijk. Maar er staat wel bijna koolhydraten in. Bijna koolhydraten. En we gaan even naar de andere kant. Ja, je zei het heel goed, Jessie. Wat lag daar? We hebben wraps en banaan. En wat een ballon. Een hele grote waterballon. Heel goed. We hebben galia, peperkoek. En chocola pasta. Die hebben we nou net in. We hebben sushi rijst, maar we hebben ook een leuk sushi kit pakketje om te maken. Je wordt even heel erg zwaar, dus we gaan even naar de andere kant. We hebben crackers, drie soorten. Speld, kaas en meer granen. Ik heb een sixpackie lekkere cerveza. Camaro. Die vind ik ook lekker. Ja, dat hoop ik nog niet. Latte macchiato. We hebben 2 keer 12 eieren. En 2 crackers in je oog. 2 crackers in je oog. We hebben nootmuskaat, knoflook, witte peper. Zo. Gaat ie? Witte peper. Jongbeleefde kaas. Champignons. En zeet in je oog. En magere kwark in je oog. 6 keer 500 gram magere kwark. Dit is ons boodschappenlijstje van vandaag. Weet jij hoeveel het gekost heeft? En dan schiet me nou net te binnen dat we zout zijn vergeten, maar dat maakt niet uit. Zet het onder in de comments. En dan gaan we terug. En mijn groenten staan aan te fikken. Dus ik ga jou heel even neerzetten. Dan gaan wij lekker eten. En dan gaan we zo meteen, denk ik, de vlog afsluiten. En dan gaan we even de krekje in je oog doen. Ja, of doen we gewoon krekken op je hoofd. En een krekje in je mond. Of in je neus. Dat vind ik wel een goed idee, in je mond. In mijn mond, dat is inderdaad wel een hele goede. En blijf uit mijn oog. Blijf uit mijn oog. Blijf uit mijn oog. Blijf uit mijn oog. Auw, je moet gelijk krabben ook, hè? Hoefie. Een hele goede morgen. René is zich aan het klaarmaken om even te gaan werken. Ik ga even hier staan. Met al die verschillende lichten en kunstlichten en natuurlijk licht. Ah. Zo. Ah. De werk gaat door. Oh, ik dacht dat je een zangoefening aan het doen was. Ik heb koffie gezet. Met mijn potje. Dat is echt old school. En brings back memories, zeg maar. Echt wel hele leuke herinneringen. Mooie potjes van mijn oma geweest. En, ja, die koffie die brengt me gelijk terug naar Italië. Dat geeft echt wel gelijk. Dus ik heb een heerlijke cappuccino om deze dag mee te beginnen. We zijn al wakker gebeld door de meneer van de Schutteren. Dat hij ergens bij de Brinkhorst stond. En dat is zo'n beetje aan de andere kant van Den Haag. Dus hopelijk gaat hij zo meteen hier arriveren met alle schuttingen. Want we zijn geloof ik met een man of 5, 6 die de schuttingen allemaal willen laten plaatsen voor hem. En verder ben ik gezellig met Jessie vandaag. Ik heb nog geen flauw idee wat we gaan doen. Maar verzinnen we zo meteen vast wel iets. Nou, hij heeft het gevonden en dat is Cor en Tim en Lisa. Nou, hij heeft het gevonden en hij is gelijk hard aan het werk. En dat is nu natuurlijk alles aan het uitmeten en waar de erfgrens loopt en dergelijke. Dan is het toch wel prettig dat we dus van de week eindelijk gewoon de deur open kunnen zetten. En dan de honden eruit laten. En Jessie gewoon lekker naar buiten en dat soort dingen. Dus we gaan heel eventjes kijken of we iets kunnen. Tja, kom op, je gaat als je de kamer laat schrijven. Hij is lekker. Lekker kind. We gaan eventjes kijken wat we kunnen gaan doen. Doe je voet weg. Waar heb je zin in? Waar heb je zin in? Wat wil je doen? Hey Daddy! Kijk, zo gaat het wel lekker. De eerste 4 palen staan al, Jessie. Zie je dat? Ja.
Wauw! Zo, de mannen zijn even lekker naar het strand. Bij Dolfijn buiten strandspeeltuin. Vind je het leuk? Wil je lekker ijsje? Oh ja. Waar is water nou? Het water is die kant op. Het strand. De zee. Maar we gaan nu even lekker hier spelen. Springkussen. Mm-hmm. Ja? Maar dit is toch een springkussen? Goedemiddag, ik kom thuis en de schuttingen staan. Oh. De hond is daar! Ja, die honden kunnen nu gewoon naar buiten zonder dat ze weglopen. En Sergio die gaat nog even zorgen voor afbakening van het water. Ik ga jullie de schutting laten zien. Oh my god. Hey. Ga je even rondjes lopen? Het is wel heel anders nu. Het is wel echt een stuk ongezelliger. Okay. Qua buren dan. Ja. Dat dan weer wel. Zullen we ook wel weer aan wennen. Ja. Maar het is nu echt wel van, okay, dit is het. Dit is onze tuin. Ja. De honden kunnen lekker lopen. Dit schaapwerk gaan we hier tussen doen, zodat we er wel nog doorheen kunnen kijken. Dat zie je nu mooi. Maar dat het wel afgebakend is. Dit is de tuin, jongens. Moet ik zelf uitkijken dat ik niet in het water val. Hey, dit doe ik vanavond wel verder. Ik ben wel blij dat je nu al kan zien dat je er gewoon lekker nog doorheen, heel goed doorheen kan kijken. Ja, meer dan ik dacht ook nog. Ja. Maar je hebt zulke verschillende... Oh ja, tuurlijk. Mojo gaat er weer achter. Oh. Ik wil nog een keer even zeggen hoe trots ik op je ben. Kijk dan, jongens. Hij heeft gewoon even een patroontje gelegd. Ook nog eens even. Nee, hij denkt niet makkelijk. Ik doe gewoon allemaal rechte stukken. Nee. Hij legt ook gewoon nog even een leuk patroontje neer. Als opstapje. Ja, dat doen we gewoon. Ja. Hij kan... Hij kan het goed, hè? Wat vind jij er dan van, Jessie? Kijk nou. Net Tetris. Oh, wat kan je goed helpen. Ja. Dit doe jij hartstikke goed. Ben jij zo sterk? Mm-hmm. Ja, dat zie ik wel. Dankjewel. Goedemorgen, Poppy. We hebben een supergezellige avond gehad. Dankjewel. Supergezellige avond gehad gisteren. Mijn vriendin Linda en Ambroos zijn gezellig komen eten en naar het huis kijken. En we worden wakker met een tuin met een schutting. Lekker. Ik heb de honden al uitgelaten. Het is alleen goed naar wel pruimen. Oh. Nou, je gebruikt de tuin gelijk als uitlaatplaats. Ja, dat is waar. Ik ga het gewoon nog een keer laten zien. Jessie die heeft zijn plantjes daar in het midden gezet. Hij vond dat een goede plek voor zijn plantjes. Ik ga gewoon in je oog zetten. Oh ja, in mijn oog zetten? Wat heb je toch met in je oog zetten? Jij moet zo even andere kleding aan, hè? Want je gaat met tante Suus. Zo, ja. Echt super. Ik denk dat hij het vandaag dicht gaat maken. Denk ik. Tenzij hij het nog gebruikt om overal heen en weer te kunnen lopen, zeg maar. En ik gok dat Sergio vanavond of vandaag het schapenhek gaat vastmaken, of niet? Ja, ik moet eerst werken. Ja, uiteraard. Was deze voor mij? Ja. Zo, heb je er een zoetje in gedaan? Ik heb twee zoetjes in gedaan. Oké. Okay. Misschien weer nog wat lekkerder. Ik heb... Je hebt een eigen... Een koffiepot. Oh, een koffiepot. Nee, dan heb ik altijd wel een beetje zoetje nodig. Ja. Maar dan zijn we Jessie kwijt. Kan nooit ver zijn.
Nee, dat is niet waar. Ik kan ook door de schutting heen. Ja. We zijn weer even lekker aan het eten bij de Foodhall in Scheveningen. Sergio is toch nog eventjes snel het schapenhek in de grond aan het stampen. We gaan hem dadelijk veel strakker zetten. Maar we willen toch even kijken hoe het zou staan. En ik ben er blij mee. Het is wel al donker, dus ik hoop dat jullie het kunnen zien. Zo. Ja. Mooi hè? Heel toppie. Jij bent toppie. Toppie. Ja, ik krijg echt kippenvel van gewoon. Echt blij mee. Ah. Nou. Maar nou, ook gewoon als je kijkt, moet je kijken. Je ziet nu gewoon echt ook gewoon... Dit is ons huis. De ruimte. Top, hè? Ja. De eentjes op de achtergrond. Nou, in de volgende video zullen we het in het licht laten zien. Ja. Maar ben je nou emotioneel, poepje, van onze mooie tuin? Ik wou zeggen, ik ben gewoon heel dankbaar. Dat wij dit zo mogen hebben en dat ik dit met jou kan beleven en doen. En het is gewoon heel mooi allemaal. Love you. Nou, in de volgende video hopen we het jullie in het licht te laten zien. Het duurt even hoor, voordat we daar zijn. Vond je dit weer een leuke vlog? Doe dan even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren, belletje aan te zetten. En we zien weer heel graag jullie reacties. Bij de volgende video. Ciao.